zwemmers. Dat heb ik ook weggebracht. Ja, wat vind je haar? Oh? Ja. Ja, ja, ja. Dat vind je haar. Dat weet je maar zeker. Dat doe ik. We staan hier vandaag bij een speciale loods van JNB Almelo om allerlei frituurvet op te halen. Wat betekent dat voor de Almelopers? Wat betekent voor de Almelopers? Ja, nou, zoals jullie weten zijn we vorig jaar begonnen met inzamelen van frituurvet voor het goede doel. En dat gaan we straks hebben in Almelo allemaal emmers uitgedeeld. En dan hebben we ze opgehaald. En gaan we alles in de emmers afvullen. In vaten hebben we het afgevuld. En dan gaan we binnenkort bij een opkoper gaan we het aanbieden. En dan kijken wat we de beste prijs voor kunnen krijgen. Zodat we dat kunnen verkopen voor de mensen, voor de palliatieve zorg. Voor de mensen die in de laatste levensfase zitten. Om je toch nog de kwaliteit toe te voegen aan de laatste dagen. Geen dagen toevoegen, maar kwaliteit. En daar zijn we vandaag mee bezig. Ondanks het corona hebben we toch besloten om deze actie wel door te zetten. Met alle regelgeving waar we toch aan moeten houden. Dus vandaar. En dat lukt allemaal? Iedereen. We hebben vanmorgen netjes allemaal buiten overleg gehad. Zodat we afstand kunnen nemen. Iedereen zit nou in de auto's. Een aantal stelletjes in de auto's. Een aantal teamleden gekeken van wie zit in de zorg. Om dat toch in die luchtbel in te blijven. En met alle voorschriften van RIVM. Met mondkapjes en handschoenen. Toch de regelgeving naleven. Zodat we niet zelf patiënt worden. Juist. En hoeveel olie denk je dat je opgehaald hebt? Het is altijd even afwachten. Vorig jaar hadden we 2,5 ton zo'n beetje. Dus ja, het streven is toch wel weer hetzelfde of het liefst meer. Maar ja, het is toch even de vraag van blijven de mensen frituurvet gebruiken of gaan ze naar de airfryer? Ja, we hopen natuurlijk dat ze frituurvet gewoon blijven gebruiken. Dus, maar we zullen het even zien. Dus eind van de dag kunnen we de balans opmaken. We hebben dit jaar ook een hele grote inzameling vanuit Limburg. Van een teamlid, zijn vriendin. En daar hebben we ook al heel veel frituurvet, circa 400 liter opgehaald. Dus dat is alleen maar mooi. Dat is nog een leuk extraatje dus. Ja, dat is zeker een leuk extraatje dus voor dit jaar. En hoe lang gaan jullie vanmorgen nog door? De laatste mensen zijn nu weer weggereden voor de laatste route. Er zijn er wat onderweg met routes ophalen. En we hopen dat we rond de middag, begin van de middag, klaar zijn. Madelon, je bent van de Gildebakker. Ja, klopt. Ja, hoe ben jij zo betrokken geraakt bij de actie van het frituurvet van de Almelopers? Ik werd benaderd door Ramon Powell. Normaal sponsoren jullie altijd de Almelopers via Philip Dead. En dit jaar werd ik benaderd door Ramon om het frituurvet achter te houden van jullie. En dat is goed gelukt? Dat is heel goed gelukt. We hebben twee emmers staan. Nou, die gunnen jullie de vaten natuurlijk. Daar zijn de Almelopers vast heel erg blij mee. Ik hoop het ook. Ja, en je kent het doel van de Almelopers? Ja, inderdaad. Ik hoop dat jullie heel veel ophalen dit jaar. Heel veel frituurvet, heel veel geld ophalen. Vandaar deze sponsoring van ons, onze kant. Ja. En jullie hebben echt heel veel oliebollen gebakken? Dit jaar volgens mij 15.000. Dus er is wel wat vet overgebleven? Wel wat, inderdaad. Maar de meeste zit wel in de oliebollen van jullie helaas. Maar we hebben wel wat over inderdaad. En dat is naar het goede doel. Zeg heel erg bedankt en succes verder. Ja, jullie ook. Succes met alles. Bedankt.